Voor de 13e keer opent Happytaria een pop-up restaurant in Nijmegen. En dit keer bij Bikkels in het Goffertstadion. Samen met Dearfront zijn 7 studenten van christelijke studentenverenigingen samen dit restaurant gestart. Met als doel om 30.000 euro op te halen voor een drinkwaterproject in Oeganda. Dearfront heeft dan een samenwerking met lokale organisaties en kerken. En dan willen ze waterreservoirs opzetten en ook voorlichtingen doen over veilig drinkwater en hoe dat allemaal zit met bacteriën en zo. En ook rampenpreventie. Dus er is veel regenval en dan willen ze daar wat aan doen om dat soort veiliger te maken. Nou, er is best wel veel sprake van kindersterfte en veel ziektes doordat er heel veel vervuild water is. En ook moeten mensen echt de hele afstanden lopen om water te halen wat ook nog eens vervuild is. Dus ja, heel veel leed eigenlijk. De opbrengst van het restaurant gaat naar het goede doel in Oeganda. En daarom staan er dus ook een aantal Oegandese gerechten op het menu. Het goede doel is veilig drinkwater in Oeganda. Dat hebben we ook in ons menu proberen te werken. Dus een voorhoofd en een nagerecht. Vind je dat soort dingen? Dus dat is eigenlijk ook soms wat spannendere keuze. Maar ik kan niet garanderen dat het echt dat goed smaakt. Ik kan denken aan nachos, aan klassieke burgers. Maar ook aan curry. In een bowl eigenlijk is dat een Oegandees menu. De Powerball voor mensen die lekker van wat gezonder eten houden met echt heel veel power eigenlijk zit erin. Heel veel lekkere dingen. Dus we hebben voor hoofd- en nagerecht ook Oegandese gerechten. En je hebt ook gewoon burgers en Oreo brownie. Mandazi, gefrituurde hapjes eigenlijk, ook typisch streetfood van uit Oeganda. En met wat bolletjes ijs erbij en een leuke opmaak en fruit en allemaal vers van de pers. Het was een flinke zoektocht naar een locatie voor het pop-up restaurant. Maar uiteindelijk konden de studenten terecht bij Bikkels in het Goffertstadion. Ja, op een gegeven moment waren we duurder, maar totdat we een soort locatie hadden gevonden. En toen fietsten we hier langs en dachten we, nou, die gaan we ook wel gewoon bellen. En toen vonden zij het best wel leuk om een soort samenwerking te doen. Het is een lunchroom die normaal tot 4 uur open is. Dus daar kunnen wij er mooi s'avonds gebruik van maken. We zetten het dan op, maar we hebben allemaal dus niet heel veel verstand ervan. Maar het is wel heel leuk om te zien dat het wel gewoon werkt of zo. Dus dat je het gewoon samen uitzoekt en dat je dan gewoon best wel wat leuks neer kan zetten.